Wandelsportvereniging Zonder Uitvallers Thuis in Gemert heeft zaterdag met succes haar eerste griezelwandeltocht georganiseerd. Bij de inschrijvingen bij het clubhuis stond een lange wachtrij en er bleken 450 inschrijvingen te zijn. Nadat de schemer was ingevallen, werd in groepjes gestart over een wandeling van 3 kilometer. Tijdens de wandeling doken diverse enge figuren op. De organisatie had voor de kleintjes een andere route dan voor de grotere. Toch bleek deze activiteit een schot in de roos te zijn. Kasteellaan in Gemert leende zich uitermate geschikt om duistere figuren tot leven te wekken. Ik ben de geest van Halloween. Mijn favoriet.